Van harte welkom bij Expert Clinic. U bent bij ons aan het juiste adres voor de behandeling van uw duimbasisartrose. Wanneer u voor de eerste keer op consult komt, neemt u de verwijsbrief van uw huisarts mee. Ook vult u alvast een vragenlijst in over uw klachten en uw medische achtergrond. Tijdens het consult vraagt de arts u uitgebreid naar uw klachten en symptomen. Hij wil bijvoorbeeld weten hoe lang u al klachten heeft en op welke momenten u het meeste last heeft. Daarnaast zal hij uw hand onderzoeken. Duimbasisartrose, ook wel duimbasisslijtage genoemd, ontstaat wanneer het duimgevricht instabiel raakt. Daardoor slijt het gevricht en dat geeft pijnklachten. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om te zien op welk niveau de slijtage zit. Duimbasisartrose komt vaak voor en is goed te behandelen. De behandeling begint altijd met het aanmeten van een spalk die de duim ondersteunt bij dagelijkse activiteiten. Die spalk wordt meteen voor u op maat gemaakt. De handtherapeut zal u ook adviezen geven voor het gebruik van uw hand en de bescherming van het gewricht. Als deze aanpak na een aantal maanden niet voldoende resultaat heeft, kunt u geopereerd worden. Voor u geopereerd wordt, ziet u eerst de handtherapeut. Deze verricht verschillende metingen om de knijpkracht en de bewegelijkheid van uw duim vast te stellen. Ook vraagt hij u om aan te geven hoeveel pijn u ervaart en in welke mate u beperkt wordt in het dagelijks leven. Al deze metingen zijn belangrijk om straks uw herstel goed te kunnen volgen. De handtherapeut geeft u informatie mee over de operatie en de verdoving. Nadat u de behandelovereenkomst heeft getekend kan de operatie worden gepland. De operatie vindt plaats onder regionale verdoving. De chirurg maakt een sneetje in de huid. Vervolgens wordt het bordje aan de basis van de duim verwijderd. Een deel van de pees wordt gebruikt om een stevige constructie te maken zodat de duim weer stevig wordt. Daarna wordt de huid gesloten en krijgt u een gipspalk. Meteen na de operatie krijgt u van de handtherapeut instructies voor oefeningen. Het is belangrijk dat u snel start met handtherapie en ook zelf thuis dagelijks oefeningen doet. Daardoor blijven uw vingers soepel en vermindert de zwelling. Ook zorgt oefenen ervoor dat de pezen en zenuwen door het operatiegebied blijven glijden. Zo voorkomt u verklevingen. Vlak na de operatie kan oefenen soms pijnlijk zijn. Dat is normaal. Een beetje pijn mag. De handtherapeut zal u precies uitleggen hoe ver u kunt gaan. De handtherapeut geeft u alle oefeningen op papier mee naar huis. U komt regelmatig terug voor een controle. En heeft u tussentijds nog vragen? Dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen.